Luc Smeets, je hebt het hele verhaal van de drie generatie Geneverstokers in een boek gestoken, hè? Dat klopt. Ik ben een beetje geïnspireerd geweest door de smaak van de keizer. Daar waren drie straffe madammen. Hier waren de drie straffe heren die in Hasselt terug ook aangeknopt hebben met de traditie van het stoken. En ik ben in begin 2009 eigenlijk in de archieven gedoken, heel veel opzoekingswerk gedaan, heel veel mensen geïnterviewd. En ja, dan heb ik het verhaal kunnen schrijven. Eigenlijk ook vooral dankzij de werknemers van Smeets, die ook mijn grootvader, mijn onkel en mijn neef goed gekend hebben. Ja, want er is een hele historie. Het begint 90 jaar geleden in het winkeltje Flesjen vol liqueur en ander heerlijks, hè, zo heette het winkeltje, in de Kapelstraat in Hasselt. En dat werd uitgebaat door je grootvader en grootmoeder. Dat klopt. Eigenlijk, ik zal maar zeggen, in de schaduw van de Onze Lieve Vrouw Basiliek in Hasselt, of de Vieresse Basiliek, daar zijn ze gewoon begonnen met een winkel. En we spreken dan over 1921. U moet zich inbeelden, na de afkondiging van de wet van der Velde, er mocht eigenlijk geen Genever verkocht worden in de cafés. Nee. Toen begon hij na Wereldoorlog 1 met Genever te verkopen. En hij is begonnen met Frijns te verkopen. En dan is hij stilaan zelf begonnen met Nederlandse Schiedam Genever te papegaai te verkopen. En hij heeft dan ook zelf een liqueurfabriek opgestart, hè? Samen met zijn broer, hè, dacht ik. Ja, met Antoine. Ja. En dan kwam de oorlog. Ja, de oorlog is altijd een moeilijke periode geweest. Hij heeft toen beslist ook om verder te werken. En in 1940 is dan zijn zoon in de zaak gekomen, Louis. Die stond klaar om naar Leuven te gaan. Pas het college af, Sint-Joris College toen nog. En die zei gewoon, ja, ik wil mijn zaak ook voor de toekomst verder zetten en je moet mee komen helpen. Wel, het was jouw oom en we zien hem hier zo meteen in beeld, want we hebben oude archiefbeelden gevonden van jullie fabriek. Dit is jouw oom die daar zo meteen aan het bottelen gaat. Ja, dat was de typische fles met de ton. Een heel herkenbaar beeld, ook vanaf 1949 zo, denk ik. Ik denk dat dit beelden zijn van de jaren 50. Mm-hmm. En dat is getrokken in de, ik denk, in de zuivelmarkt. Ja. En dat is mijn grootvader. Je ziet een hele strenge man. Ja, ja, want Pierre, je zit er hierbij. Jij bent in die periode van deze beelden ongeveer in dienst gekomen, hè? Want je hebt heel lang bij Smeets gewerkt. Ja, hè? Ja. Het was 1955, dacht ik. 55, ja. En wie van de familie Smeets heb maar je daar heb eerst gezien? Voor het leger ook nog even daar geweest. Ja. Toen ben ik soldaat geworden en dingen in 55 ben ik terug opnieuw begonnen. Daar. Ja, we zien hier de oude manier, zoals jij ook met het werk nog begonnen bent, hè, Pierre. Ja. Het bottelen van de Geneverflessen. Je hebt de drie generaties gekend, hè? Ja, ja. Waren ze allemaal dezelfde, die familie Smeets? Ik heb nooit moeite verklaren. Ik heb er nooit in klagen verhaald. Altijd perfect geweest. Wat is je mooie herinnering aan die begintijd van Smeets? Wat is de mooie herinneringen? Ja, er waren zoveel mooie herinneringen aan. Er werd hard gewerkt, veel met de hand gewerkt. Ja. En je hebt toch fijn dranken gemaakt? Ja. Noem er eens een paar op die je gemaakt hebt. Ja, brandewijn, heidebit en allemaal die dingen. En dan van veel andere, van die SM-likeur en al, ja. Die heb ik ook allemaal nog op punt gezet. Hè. Moest je dan die likeur aftrekken? Appelsine, wat deed je juist? Ja, appelsine, dat waren echte rauwe schillen. Die worden geschild, hè. Mm-hmm. En die worden op alcohol gezet en dat wordt uitgestoken voor een rauwe, een echte smaak. En zo werd natuurlijke dan echt... smaak. Ja, Smeets is altijd vooruitgaand geweest, hè, in die nieuwe smaak. Zeg, jij hebt al duizenden en duizenden Geneverkes geproefd. Hè. Kwaliteitscontrole heet dat dan, officieel, Pierre. Zeg, we hebben hier twee Geneverkes voor ontstaan. Misschien eentje pakken. Pierre, weet jij welke dat zijn? Zo gewoon, blind, want we hebben ze uitgegoten zonder dat jij het wist. Hè? Eens kijken of de ervaring nu helemaal goed komt. Je mag eventueel vergelijken met deze. Dat is nog een andere van het rijke assortiment. En? Ik denk dat het een extra is, hè? Dat is helemaal juist. En de andere? De extra drinkt hij thuis zelf ook het vaakste. Ja, maar dat proef ik wel. Ik heb er duizenden liters gereed gemaakt. Ja. Dan weet ik het. En die Pierre, die zou je ook moeten weten. Dat is te belegen, zeker, hè? Ja. Ook helemaal juist, voilà. Stop je kijk, al die ze staan hier bij ons voor op tafel, al die duizenden smaken, Pierre. Wat is het geheim van een Smeets Genever? Want het is een legende geworden ondertussen. Iedereen heeft het wel in de kast staan. Je hebt er zoveel liter van gemaakt. Wat is het geheim? Geheim? Geheim mogen we nooit meer uitbrengen. Dat moet ik geheim blijven. Hè. Zeg, beste Luc, in 1980 komt Jos, hè, je neef, een beetje in beeld. Ja, ja. Hij wordt dan meteen de derde generatie die echt bovenaan het bedrijf staat en leidt. Hoe is je band met hem? Heel goed.
Dus je moet zo zien, hij is eigenlijk de derde die na zijn vader gekomen is. Ook samen met zijn vader nog lang gewerkt. En het is zo dat die kantelmomenten, als je nagaat met grootvader van kleinhandel naar groothandel, dan terug een Geneverstokerij maken, dat was Louis gedaan. En dan kwam de grote distributie op, kunt je inbeelden, ineens van klein winkeltjes naar grote winkel. En dan de derde kanteling is gekomen, de grote export. Dus en ik moet zeggen, dat heeft mijn neef Jo toch heel sterk aangepakt naar het buitenland. Exporteren, ook met parallelmerken. De Nederlandse markt, ook in het Verre Oosten. Dus, en dan is ook de, hoe zal ik het zeggen, het Oostblok gekomen. Het heel sterk bottelen van whisky enzovoort. En dan heb je natuurlijk ook een beetje een terugval gehad. En dan is uiteindelijk ook de beslissing gekomen, denk ik op puur economische, zakelijke gronden en ook familiale gronden, van te zeggen, kijk, we moeten eigenlijk met een grotere groep gaan werken, want we kunnen dat niet alleen houden. Allee, dat was eigenlijk toen het Smeeds bedrijfje werd echt een business, hè? Ja, ja, maar mijn neef Jo heeft ook altijd zwaar blijven investeren in een heel mooi productieapparaat, heel moderne productielijnen. Het bedrijf was tip-top in orde. Je neef, hè? Ja, dat riekte nog aan een borrel. maar toen was hij ook een echte kenner van Genever. Heeft ook heel erg geijverd voor de erkenning van de Hasseltse Genever. De Hasseltse Genever is ook verankerd. En voor alle duidelijkheid, het merk Smeeds wordt nog gemaakt in Zonhoven bij de firma Konings. Die gaan het ook blijven produceren. Want het is verkocht aan Konings, hè, het bedrijf aan zich. Ja, en nu is het ondertussen verkocht aan Bruggeman. Aan Bruggeman. Okay. Oh, het gaat snel. Ja, ja. Zeg maar, Hasseltse Genever en vooral Smeeds heeft fijne bijwerkingen. Kijk maar eens. Hè. Kijk eens, alle dames zien er net iets mooier uit. Als je de hele historie van Smeeds wil herbeleven, dit boek. Waar kunnen je dit boek gaan halen? Dus dit boek is te krijgen in het Nationaal Genever Museum. Binnenkort ook in de Betere Boekhandel. Ik weet al sinds in de Standaard Boekhandel. Binnenkort ook in geschenkverpakking met mooi een boek, twee tickets enzovoort. Ja, voilà. En er is ook een tentoonstelling? De tentoonstelling is vorig weekend geopend. We hebben ook een hele leuke familiedag gehad met meer dan 100 mensen. Ja, het is zaterdag. Oké, voilà. Fijn geweest. Maar er is ook iets speciaals. Als u Smeeds heet, mag u gratis binnen. Hè? Ik heet Smeeds actie, dus je moet gratis binnen. En dan krijg je een borrel als je 18 jaar bent. Kijk, in ieder geval vanaf 8 januari dus de tentoonstelling. En alle informatie zal u hier bij tot 8 januari, excuseer. Alle informatie zal u ongetwijfeld nog wel krijgen bij TVL. Heren, dankjewel voor jullie komst. En wij gaan ook nog eens een Smeedske genieten. Zij dan via het tv-toestel. Gezondheid.
night.